Ja, een foutje van Marty Fish. En de break komt vroeg in de wedstrijd. In de derde game. Raonic leidt met 2-1. En met een break dus nu in deze eerste set. Zo, daar zat hij heel snel bij. Dit was een goede actie hoor van Marty Fish. Servevolley gespeeld, ook dat is slim denk ik. Zeker een tactiek die nuttig is tegen Raonic. Maar Raonic reageerde heel rap. Ja, het was een goede return van Fish. Maar daarna was de aanvalsbal niet goed. Niet hard genoeg, niet goed genoeg geplaatst. En dus loopt Milos Raonic nu uit naar 5-3. Deze bal van Marty Fish. Kijk, die is kort. Ja, daar zat hij erbij. Maar hij kon niet veel meer met die bal. En nog één. Ja, dit is onhoudbaar ook. Ja, hier valt haast niet tegen te spelen. In ieder geval niet in de service games van de Canadees. De eerste set gaat naar hem met 6-4. Iets meer dan een half uur gespeeld. Ja. Wat vreemde eerste opslag. Leek alsof hij een hele zachte eerste service wilde spelen. Gooide de bal ook niet goed op. Maar die tweede, die was weer heel sterk. Ja, degelijk gespeeld. En zo redt hij zich. En dit is heel knap hoor. Overzicht bewaard. Rust ook bewaard in het hoofd. Ja, dit is groots. Och, daar weer. Hij zat er goed bij. Maar wat werd hij verrast door Raonic. Die bal die was zeker langs Fish gegaan. Als hij niet die snoepduik had gemaakt. Wat een punt zeg. En wat een game. Want 0-30 was het. Maar hij pakt nu 4 punten op rij. En redt zich. En dat is belangrijk. 2-1 voor Marty Fish. Nog een keer dat laatste punt. Kijk eens even naar de reactie van Milos Raonic op deze bal. Ja, goed hoor. En dan hoop ik dat Fish zich niet al te ernstig bezeerd heeft. Want een hardcourtbaan is hard. Nee, hij valt goed. Mooie judo-rol van de Amerikaan. Ja, super. Hij weet het. De aanvalsbal cross gespeeld was al een risico van Raonic. En dan was daar nog de lage volley. Kijk, deze bal, daar gooit hij zijn veld mee open. Maar dan deze volley. Die is te ondiep. En een hele slimme optie gekozen door Fish de Lob. Ja, en weer zo'n zacht balletje waar hij niet helemaal goed bij komt, niet helemaal goed onderkomt. Ja, de eerste service van Raonic hapert. En dat is voor hem maakt dat een wereld van verschil. Want als hij hem inslaat, wint hij 94% van de punten uit die eerste service.
Ja, en een dubbele fout. En daarmee levert hij de set in. En is het Marty Fish die de tweede set wint met 6-4. En dus komt er een beslissende derde set in deze eerste halve finale. En 0-30. Ineens klikt hij daar weer in de wedstrijd. Ja hoor, geweldig punt. Een paar voorhands die hij diep in het veld prikte. Om zichzelf te verdedigen eigenlijk tegen aanvankelijk aanvallend spelende Fish in deze slagenwisseling. En ineens neemt hij dan initiatief over. Ja, we kijken eens naar de reactie van Milos Raonic. Speelde daar een aantal keer de bal vertragend met de slice-backhand. De goede slice-backhand ook. En probeerde Fish uit zijn tent te lokken. Dat lukte. Dat opzetje lukte. 3-2 nu voor hem. Maakt de break dus in de vijfde game van deze laatste set. Oh. Hij krult hem net binnen de lijn. Stuurt Fish het bos in. Maar ja, dit is een bal. Die kan alle kanten op in wezen. Ja hoor, hij pakt zijn eerste matchpoint. Een geweldig einde van de partij. Mooi punt. En ja, jammer van dat voorlaatste punt van Fish. Maar ik denk toch dat het terecht is dat de 20-jarige Canadees deze wedstrijd wint in 3 sets. En zich daarmee plaatst voor de finale van het toernooi van Memphis. Zijn tweede finale op rij. Na vorige week in San Jose in Amerika. Fish neemt afscheid. Hij was een maatje te klein. Kwam sterk terug in de tweede set. Maar in deze laatste set met een klein beetje een verandering van de tactiek had ik de indruk van de Canadees. Was het uiteindelijk toch de man uit Canada. Thornhill bij Toronto die hier aan het langste eind trekt.